Afgelopen nacht omstreeks 2:15 zijn in Oudenhoren een schuur en een aangrenzende woning in vlammen opgegaan. Het vuur aan de molendijk ontstond in de schuur waar hoofdzakelijk bouwmaterialen lagen opgeslagen. De brandweer gaf uiteindelijk het sein grote brand. Het vuur werd opgemerkt door de bewoners zelf. Zij konden zich tijdig in veiligheid stellen. Met name door de harde wind van de afgelopen nacht was de vuurzee moeilijk te bedwingen. Na 2 uur blussen was men de brand meester, maar men is nog wel geruime tijd bezig geweest met het nablussen. Hiervoor werd ook een hoogwerker van de brandweer ingezet. De woning en schuur kon men toen niet meer betreden vanwege het gevaar. De 3 bewoners zijn door ambulancemedewerkers nagekeken op rookinhalatie, maar hoefden niet te worden vervoerd naar een ziekenhuis. Hoe het vuur aan de molendijk is ontstaan, dat zal men gaan onderzoeken.